In deze video ga ik laten zien hoe je de afbeelding van de standaardpagina kunt wijzigen in je eigen afbeelding. Nou, dit is de afbeelding die standaard in de webpagina vindt, staat en die vind je hier in de code. En die heb je gemaakt in de vorige les, in de vorige videoreeks. mocht je dat niet hebben gevolgd, die vind je bij rickhazenbroek.nl, IAV en bij les 4 en les 3. Die ben je dan nodig. Oké, deze video gaan we vervangen. Nou, die heb je toen gecodeerd hier zo. En je vindt hier ergens de afbeelding, hè, startafbeelding, collectie.png. Als ik een keer op deze tag klik, zie je dat hij een kleurtje krijgt. En dan, dan kan ik die even bekijken in de browser. Dan krijg ik namelijk zo'n lijntje eromheen. Zie, als ik naar Chrome ga, krijg ik zo'n lijntje omheen. Mocht je hem nog niet hebben geopend in Chrome, vanuit brackets kun je klikken met dit bliksempje. En dan krijg je namelijk live weergave in Chrome met de webpagina. Nou, deze ga ik vervangen. Alleen, hoe kom ik er nou achter waar die staat? En ik switch trouwens even heel snel vaak met Command-Tab. Dat is altijd even handig om heen en weer te switchen. Nou, deze afbeelding staat, zoals je hier in eigenschap SRC ziet, in het mapje IMG. En daar kunnen we hem dus vervangen. En je ziet hier ook als ik erop klik een kleine weergave, hoe die eruit ziet. Ik wil hier een andere afbeelding hebben staan. Nou, hier links, hier staan al onze bestanden in het mapje jouw website. Die hebben we ook in de vorige les gedownload. Daar staat die afbeelding in. Maar daar kun je dus ook zelf je eigen afbeelding in plaatsen. Die staan in het mapje, in dit mapje IMG, zie. Je ziet hier al collectie. Dat is de afbeelding die we nu hebben. Nou, ik kan daar nieuwe afbeeldingen in plaatsen door rechtermuisknop toon in Finder, of in Nederland, of in Windows is het toon in Verkenner. En dan kom ik in dit mapje. Het makkelijkste is om met deze weergave te werken. Standaard staat hij vaak zo. Deze heb je een beetje een beter overzicht. Dus hier zie je de rest van de website, die zie je is gelijk aan hier zo. En dit is de map IMG, daar staat die afbeelding. En hier moeten we dus een nieuwe afbeelding neerzetten. Ik gebruik altijd, dat is even een tip, freeimages.com. Nou, waarom? Als je straks websites gaat maken op je stage, of je gaat ze online plaatsen, dan mag je niet zomaar alle afbeeldingen van het internet, van Google gebruiken, omdat er daar rechten op zitten. Dus probeer zoveel mogelijk of afbeeldingen hiervan te vinden, of afbeeldingen die je zelf getekend of natuurlijk zelf gefotografeerd hebt. Dat is uiteindelijk altijd nog beter. Oké, nou, ik heb een afbeelding staan in mijn downloads. Ik heb er iets al gedownload. Hè, dat weet je zelf hoe dat moet. Klik op het download mapje hier zo. Open in Finder. Zet een beetje zo opzij. Door met command hier zo te slepen kan ik deze op de achtergrond ook even zo naar rechts doen. Dit is mijn afbeelding die ik gedownload heb. Nou, die wil ik hier zo in plaatsen. Tip aan jou, zorg dat deze naam, of de naam van je afbeelding, dat die wel een beetje logisch is. En je ziet hier ook al, als ik eroverheen ga, overal waar een spatie zou moeten staan, daar moet je een streepje neerzetten. En het is slim om, nou ja, je afbeelding een beetje te beschrijven en wat steekwoorden in te zetten, zodat je afbeelding wel goed gevonden kan worden in Google, wanneer die online komt. Nou, dit is de afbeelding, gaan we hier zo inplaatsen. Sleep hem gewoon in de IMG-map. En dan is dit. Dan staat hij hier. Nou, dan ga ik weer naar brackets. En je ziet dat hij hier nu ook bij is gekomen. En als ik erop klik, zie ik een voorbeeld. Dan ga ik weer terug naar mijn index. En nu kan ik hem hier, kan ik de afbeelding gaan veranderen. Nou, ik kan collectie.png weghalen. Hè? IMG-map, dat is wel waar hij in staat. Hè? Hij staat in de IMG-map. Ik haal ook even de slash weg. Typ ik opnieuw even de slash. En dan krijg ik weer een minuutje van al mijn afbeeldingen. Nou, dit was hem, street art, klik. En dan heb ik de afbeelding toegevoegd. Moet je wel even de omschrijving nog even veranderen. Dit is dan een afbeelding over street art. De class laat je gewoon staan. Command S, even 7. Command Tab, naar Chrome toe. En dan zie je dat mijn afbeelding hier nu is verschenen. Nou, dit is dus hoe je je eigen afbeeldingen kunt toevoegen.
Nou, dan nog één tip van, hè, stel ik wil dat als ik op deze afbeelding klik, en nou is dit niet een hele denderende afbeelding, maar stel je hebt nu een hele mooie afbeelding en die wil je laten verwijzen naar je collectiepagina. Nou, dat kan natuurlijk. Dan moet je hier een hyperlink omheen plaatsen. Nou, hoe maak je nou een hyperlink? Als je mijn website even weer bijpakt, staat, vind je bij les 3, en ik zal hem ook bij les 5 even neerzetten natuurlijk, een HTML speakbriefje. Kun je op klikken en hier kan ik op zoek naar de hyperlink. Nou, dit is waar ik de hyperlink maak. Nou, lees eens even hier wat er staat. Hier is er een kleine omschrijving, zodat ik weet dat hier een hyperlink start en dat die hier eindigt. Dit is de tag, hè, de A van hyperlink. href, dat is waar ga je heen als je erop klikt. En tussen de start en de sluit tag, daar kun je een tekst of een afbeelding neerplaatsen. In dit geval is dit, ja, dit is mijn afbeelding. Dus als ik hierboven nou de start van de hyperlink neerzet en daaronder de sluit tag, dan kan ik klikken op deze afbeelding. Dus dat ga ik doen. Ik ga dit even kopiëren, command C. Hier doe ik command V. Even selecteren en een paar keer met tab zorgen dat het klopt. Nou, deze afbeelding staat in de A tag, in de hyperlink. Dus dit selecteer ik even, doe ik weer tab. En hier ga ik hem sluiten. Dus dit ga ik kopiëren. En ik ga zorgen dat het hier ook weer goed getapt wordt. Zo. Soms een beetje puzzelen. Met Shift-Tab kun je terug tappen. En met Tab kun je ja, vooruit tappen. Hè? Nou, we moeten niet naar index.html, maar we willen naar collectie.html. Dus dat verander ik even. De href. Dus waar ga je heen als je op de inhoud klikt. In dit geval is de inhoud dus de afbeelding. Nou, dan kom ik, er staat een handje bij mijn afbeelding en dan kan ik dus op klikken. En dan kan ik dus verwijzen mijn afbeelding nu naar collectie.